Yo iedereen, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik weer, hoe heet het ook alweer, Haarlem Roleplay Nederlandse politieparool doen. Ik hoop dat de microfoon nu iets beter is. Ik ga hem iets zachter zetten, want hij ziet er wel heel hard uit. En vandaag gaan we niet in de Mercedes B-klasse, niet in de Mercedes Vito, maar we gaan vandaag in de Volkswagen T6 rijden. Trouwens. En ik ben vandaag ook met twee vrienden online. Die komen later in de video waarschijnlijk. Maar zoals jullie zien, oranje lampen. Blauw. Sirene. Ramhoor. Wacht even hoor. Zo, als het goed is horen jullie het nu wel. Ja. Oké. Maar goed, vandaag gaan we dus Nederlands politiepatrol doen. En dan beginnen we nu denk ik gewoon lekker met rijden. Ergens naartoe, ik heb geen idee waar. Even lampje aanzetten. Oké. En dan zie ik jullie. Ik denk dat we vandaag deze video een staande aanhouding gaan doen. Heel misschien een achtervolgingetje. Kleine wel hoor, maar namelijk ook zo weg over 10 minuutjes. Oh shit, het begint al lekker vandaag. Ik rij meteen tegen een paal aan. Ja, ik ben weer los. Maar goed, dan zie ik jullie als ik iemand tegen ben gekomen voor een staande houding, denk ik. En ik ben weer gebotst. Dus tot zo. Oké, jongens, we hebben een... We gaan iemand een stopteken geven. We gaan deze meneer eventjes een stopteken geven. Oké, gelukkig. Hij luistert gewoon. Daar ben ik heel blij mee. Goed, mijn jongens, gelukkig luistert hij. En volgens mij is het dezelfde persoon als in de vorige video. Maar goed, we gaan even een paar vragen stellen. Dus meneer, mag ik eventjes jouw rijbewijs zien? En jouw ID zien? Alsjeblieft. Ja, dat mag u weten. Fijn, zo. Even ID. Gaat hij zitten typen? Oké, dank u wel. Dan ga ik even u nachecken in het systeem. Tot zo. Nou goed jongens, we hebben zijn ID gekregen en zijn rijbewijs. Dan gaan we niet even nakijken. Oké, alles lijkt goed te zijn. Ja, ik kan niks nachecken, letterlijk, dus... Oké, meneer, alles lijkt goed te zijn, dus hier heeft u uw dingen terug. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, ik moet u wel nog even een persoon geven over dat snelle rijgedrag aan de verkeerde kant, maar dan is voor de rest denk ik alles goed. Dus, tot de volgende keer misschien. Goed jongens, alles leek goed te zijn. Ik heb wel een waarschuwing moeten geven, maar voor de rest was alles goed. Dus dan gaan we lekker weer verder op patrol. Dus ja, dan zie ik jullie bij de volgende staande houding. Wat is hij nou weer aan het doen? Oké, waar gaat hij heen? Ah ja. Nou jongens, we moeten hem meteen weer staande houden, want... Dit vertrouw ik natuurlijk niet, hè. Goed, we zetten hem er even naast. Hoppakee. Wat? Oh, ja, meneer. Oh. Meneer. Bent u hier weer? Ja, ben jij er weer voornamelijk? Waarom bent je bij de wapenshop? Misschien wapen kopen? Oké, ik vrees dat ik u daarvoor moet aanhouden. Ja, dan moet je niet weg gaan rennen, hè? Hier kom jij.
Hier is de deur. Goed, u heeft recht op een advocaat. U heeft ook het recht om te zwijgen. En alles wat u zegt kan tegen u worden gebruikt. Dus ja, ga maar in de auto zitten. Kan ik nog zitten of weer een popje dan niet? Ja, vraag ik me ook af. Ga dan maar even voorin zitten. Zou ik dat ook wil? Kan ik wel hier sturen? Ja, dat kan wel. Is deze T6-serie zo onhandig? Nou, dan hoef ik u niet aan te houden, denk ik, want dat is een beetje een gedoe. Ik moet u wel een boete geven, meneer. Voor het misschien een wapen gaan kopen. Want dat mag natuurlijk gewoon niet. Dus ja, alsjeblieft, hier heeft u uw boete van 1K. Dan mag u nu naar mij overmaken. En even een bank. Is de trompet even 1000 die 10K. Ja, dank u. Dan is alles nu goed. Ik vind het niet erg als we dit vaker doen, trouwens, hoor, dat je mij wat geld geeft.